Ik kreeg vanmorgen een persbericht van het CDA. En dat ging over de fractievoorzitter. Daar zitten we mee aan tafel hier met Jan Dekker. Jan, vertel, want je hebt nieuws. Ja, nou, we hebben het in het persbericht aangegeven. Ik heb besloten, dat was een moeilijk besluit, maar besloten om te stoppen met het raadswerk en daarmee ook het fractievoorzitterschap op te geven. En ja, dat is dan eigenlijk het nieuws. En dan zal de volgende vraag wellicht zijn van, en waarom dan wel? Ja, die zou ongetwijfeld komen, inderdaad. Als ik daar een antwoord op mag proberen te geven. Dat is inderdaad een lastig besluit. Ik heb gedacht er goed aan te doen om op dit moment te stoppen. Om twee redenen. Reden één die wat bij mezelf ligt. In zin van dat ik niet verwacht dat ik bij de volgende verkiezingen fractievoorzitter, lijsttrekker fractievoorzitter zou zijn. Ik denk dat het goed is dat er dan ook andere mensen, nieuwe mensen, ook wat jongere mensen naar voren gaan komen. Ik stelde ook vast binnen het CDA dat er een aantal mensen daarin ook geïnteresseerd zijn en graag het commissiewerk en het raadswerk wilden doen. En toen dacht ik, en ik heb daar natuurlijk lang over gesproken met vrouwen, met fractie, ook met de verschillende voorzitters. Is het dan niet verstandig om wat eerder te stoppen dan de vier jaar die eigenlijk is afgesproken? En ik vond dat eigenlijk wel een hele goede gedachte. Ik wil graag die ruimte maken. En ik heb ook nog heel wat andere activiteiten waar ik ook ruimte voor moet houden, waar ik nu ietsje meer tijd voor ga krijgen. Maar vooral ook de fractie en het CDA, die staat er ook klaar voor om nieuwe, frisse, jonge mensen in te brengen. Ja. Voor ons kwam het als een donderslag bij heldere hemel natuurlijk. Hebben jullie daar in de fractie al overleg over gehad? Ja, zeer uitgebreid. Dit is gaan ontstaan zo'n half jaar geleden. Dus heb ik daar ook met de fractie over gesproken. Hoe zien jullie dat? Wat vinden jullie ervan? Ik heb er uiteraard ook over gesproken met de voorzitter van CDA Krimpen de Waard. Maar ook met de voorzitter van CDA Zuid-Holland. Ook nog met de voorzitter van CDA in Den Haag. Die dan toevallig in Bergambacht woont. Waar ik een goed contact mee heb. Kwam toch tot de conclusie van dat is gewoon een goede zaak om te doen. Ik heb dit werk met hart en ziel gedaan. Ik ga dat ook niet op halve kracht doen of zo. Als je zegt van nou, dan wil je een stapje opzij doen, dan moet dat ook een duidelijke stap zijn. Ja. Nu zie ik in het persbericht dat er een duidelijke verjonging komt, want Irma Bultman, 27 jaar, die zou de fractieleider worden. Ja, dat vind en ik er ook komt begrepen. Een heel nieuw lid aan ook. De heer Hoogendijk, geloof ik, ja, uit Goudraak. En die is nog maar 21. Ja. Nou, dat is het leuke eigenlijk. Irma Bultman, die draait natuurlijk al mee. Hè, zoals tweede op de lijst. Had eigenlijk ook wel de rol van visiefractievoorzitter. Wat er dan gebeurt als er iemand weggaat. In dit geval de fractievoorzitter. Nou, dan krijgt iemand toch de kans om fractievoorzitter te worden. Dat is Irma Bultman. Gelijktijdig komt er een nieuw raadslid bij. Dat is Frank Bonnet. Die zat in de commissie. Daarmee komt er een plek vrij in de commissie. Daar gaat Koen Hoogendijk in zitten. Koen, die ken ik al enige tijd, is op dit moment ook de fractiesecretaris. Die heeft daar enorm veel zin in. En we vinden het ook heel fijn dat we iemand uit Goudenrak zo dicht bij het vuur dan hebben zitten. Dus daar zag ik ook een glimlach ontstaan toen de vraag kwam van wil jij dat doen? En zei nou, dat is toch mooi als je weggaat, dat iemand anders dan gaat glimlachen, want ik krijg zo'n kans. Ja. Als je je treedt straks terug, ben je dan ook nog begaan met het lot van jouw opvolger en met het commissielid? Of doe je de deur helemaal dicht? Ik ben daar uiteraard mee begaan en zeer mee begaan, maar zij gaan het werk doen. Ik ben geen lid meer van de fractie. Ik ben ook geen lid van een CDA-bestuur of zo. Ik sta op afstand en ik sta natuurlijk, als er behoefte is om te spiegelen, dan is die mogelijkheid er. Ik zal het ook zeker volgen, maar ik zal het niet meer zijn. Okay. Ja. En eventueel andere functies binnen het CDA? Daar wordt ook niet over gedacht. Daar wordt volop over gedacht, ook in deze tijden. Ja, maar voor jouw persoon. Dat is allemaal pril. En ik wil het eigenlijk qua politiek, moet je ook even de afstand nemen. Dus ik wil daar toch wel een political sabbatical hebben in dat opzicht. Ik ben zakelijk buitengewoon druk. Daar ben ik ook blij mee. Want dat is fijn, dat is ook goed. Maar ik ben politiek geëngageerd, zoals dat heet. En dat zal ik zeker blijven. Ja. Ik wil je heel erg bedanken dat je zo snel hier aanwezig kon zijn om het persbericht even toe te lichten. Dus en verder,
heel veel succes in de toekomst. En hopelijk zien we je toch hier of daar weer verschijnen. En ook hier af en toe in de studio. Ik kom hier graag. Bedankt voor de gelegenheid om het toe te lichten.